De pauze was 15 minuten, dus ik hoop dat alle vragen ondertussen beantwoord zijn die jullie nog hadden. Anders heb ik goed nieuws. Om 10 uur is er nog een pauze, dus dan kan je de vragen die je nog had nog een keer bespreken. Zoals ik al zei, dit stuk is dus in Nederlands. En het was het weekje wel, zeg maar, voor het onderwerp waar we het over gaan hebben. Polen en Hongarije. Voor wie het nieuws gevolgd heeft, heeft ongetwijfeld meegekregen wat er allemaal gebeurd is. Judith Sargentini, Nederlands Europarlementariër voor GroenLinks, die als Hongarije-rapporteur een stemming afdwong in het Europese parlement om een artikel 7-procedure te starten. Maar, hoewel de aandacht heel erg op Hongarije ligt, is ook Polen een land wat enorm in de aandacht ligt. Een andere Nederlandse man in Europa, Judith is natuurlijk geen man, maar een ander Nederlander in Europa, Frans Timmermans, heeft namelijk tegen hun ook gevraagd om een artikel 7-procedure. En waar heeft het allemaal mee te maken? Het heeft allemaal mee te maken dat er zorgen zijn over de ondermijning van de democratie in deze twee landen. En voor de zomer zag ik een interessant stuk van Jenny-Jan Holtland, Centraal- en Oost-Europa-correspondent van de Volkskrant, waarin hij eigenlijk het fenomeen van een Frankenstaat, dat had hij van een professor waar hij ongetwijfeld meer over gaat vertellen, maar het Frankenstaat waarbij langzaam een staat via democratische middelen steeds autoritairder wordt. En hij zag dat gebeuren in een aantal landen en constateerde dat. Ik ken Jenny-Jan Holtland nu een paar jaar en zijn standplaats is Warschau en ik vind hem een van de mensen van de Volkskrant om op te letten. Dus ik ben hartstikke blij dat hij er is vanavond. We gaan hetzelfde format een beetje doen. Jenny-Jan houdt zo'n praatje, daarna interview ik hem kort en daarna is het vooral aan jullie om vragen te stellen. Dus laten we vooral snel beginnen. We beginnen met een kort filmpje dat even uitlegt wat het nou betekent om een Frankenstaat te doen. En daarna begint Jenny-Jan Holtland meteen met een verhaal. Dus als jullie nu alvast wel het filmpje instarten, het applaus geven dat zo ook voor hem gepland is, dan gaat hij vol goede moed beginnen. Dus we gaan kijken naar het filmpje en geef een warm applaus. Jenny-Jan Holtland. Twee EU-lidstaten die onder de ogen van heel Europa hun eigen democratie afbreken. De regeringsleiders van Polen en Hongarije gedragen zich als alleenheersers. Maar dan niet door tegenstanders op te sluiten. Nee, ze gaan veel subtieler te werk. Om dat te snappen helpt het om deze klassieker erbij te pakken. Victor Frankenstein is een student die in zijn laboratorium losse ledematen voor zich heeft. Stuk voor stuk lijmt hij ze aan elkaar totdat een monster tot leven komt. Zo gaat het in 7 stappen, ook in Polen en Hongarije. De zogenaamde Frankenstaat. Stap 1. Schakel de scheids uit. Rechters kunnen dwars liggen. Daarom moet je de belangrijkste zo snel mogelijk aan je zijde hebben. De Hongaarse premier Viktor Orbán wijzigt de eerste grondwet, waardoor de meerderheid, zijn partij dus, rechters kan benoemen. Daarna bezorgde hij de bestaande rechters zoveel werk dat hij een excuus had om het aantal rechters uit te breiden. De nieuwe rechters kwamen natuurlijk uit zijn koker. En zo ging het door tot de meerderheid op zijn hand was. Sindsdien hoeft hij zich niet langer zorgen te maken om tegenstand vanuit het constitutioneel hof. Stap 2. Neem de publieke media over. Deze waakhond heb je ook liever onder controle. Orbán liet media opkopen door bevriende oligarchen. En in Polen en Hongarije kreeg de regering het orgaan dat de media moet controleren in zijn greep. De Poolse Staatstv brengt inmiddels dagelijks propaganda op de buis die veel Polen doet denken aan de dictatuur van vroeger. Stap 3. Verleid je kiezers. Polen en Hongarije doen hier ongeveer hetzelfde. Ze zeggen, we halen de bezem door ons systeem. Dat zit nog vol met verstokte communisten. Ze geven kiezers het idee dat zij nu ook eindelijk eens bij de macht gaan horen. Stap 4. Creëer een vijand. Altijd nuttig. Een zondebok die aandacht afleidt. Vooral Hongarije voerde een haatcampagne tegen migranten. Daardoor ontstaat angst. En dat is weer een goed excuus om harder op te treden. Bijvoorbeeld tegen mensenrechtenorganisaties. Stap 5. Wijzig de kieswet. Met kieswetten valt veel te rommelen. Zo kun je de schijn van democratie ophouden en toch je winstkansen vergroten. Het beste moment? Direct na de verkiezingen die je zelf hebt gewonnen. Orbán heeft dat tussen 2010 en 2014 gedaan. Hij kon de grenzen van kiesdistricten zo manipuleren dat hij met 45% van de stemmen ruim 67% van de zetels binnensleepte. Polen heeft inmiddels hetzelfde draaiboek uit de kast gepakt. Stap 6. Stel juristen aan. Een rechtssysteem verander je niet in één klap. Je doet het geleidelijk. En het liefst met vondsten in de wet waar het volk niet direct de gevolgen van ziet. Voor een moderne coup heb je weinig aan militairen. Juristen knappen het vuile werk op. Afzonderlijk zijn deze 6 stappen al schadelijk. Maar pas als je de ledematen aan elkaar lijmt, komt het monster van Frankenstein echt tot leven. Om een Frankenstaat te worden, hoeft het monster nog maar 1 stap te zetten.
Stap 7. Wees de Europese Unie te slim af. In theorie kan de Europese Unie ingrijpen. Dat is ook belangrijk om te voorkomen dat andere landen afglijden, zoals nu lijkt te gebeuren met Roemenië. Tegen Polen heeft de EU al een zware strafprocedure ingesteld. Het land zou zelfs het stemrecht in Europa kunnen verliezen. Maar de Europese besluitvorming gaat vaak traag en tegen de tijd dat Brussel echt doorbijt, is de schade al aangericht. En misschien hebben Polen en Hongarije dan al zoveel tijd gewonnen dat het monster niet meer is te stoppen. Dank jullie wel. Kan iedereen mij horen zo? Hartstikke fijn. Dank Tim voor je introductie en voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Ontzettend leuk, ontzettend actueel ook. Deze week de stemming inderdaad in het Europees Parlement. Bijna alsof het zo had moeten zijn. En ik wil een aantal dingen met jullie gaan doen vandaag. Allereerst, ja, die Frankenstaat. Daar wil ik vandaag wat over gaan vertellen. Zoals Tim al zei, ik woon in Warschau, in Polen. Ik ga het ook vooral over Polen hebben, maar ook wel over Hongarije. Misschien tijdens de vragenronde nog wat verder. Het fijne aan dat begrip Frankenstaat is denk ik dat het uitlegt, het iets zegt over het grijze gebied tussen democratie en meer autoritaire vormen van bestuur. Bij dictaturen denken we al heel snel aan tanks op de straat, aan journalisten die worden opgesloten, een beetje Erdogan-achtige toestanden. Dat is allemaal niet aan de hand. En toch merken we, of merk ik, en zien veel mensen in Polen en Hongarije dat de democratie langzaam afglijdt. En dat is denk ik de charme van het begrip Frankenstaat, is dat een naam geeft aan dat grijze gebied tussen die twee Polen. Ik moet er dan ook even bij zeggen, het was wel grappig toen ik de uitnodiging kreeg dat het de avond van de dictatuur is, de nacht van de dictatuur. Mocht u nu denken, heb ik zitten slapen en zijn deze landen dictatuur geworden? Nee. Maar het zijn ook geen perfecte democratieën meer. En daar wil ik het over gaan hebben. En wat ik ga doen is eigenlijk dat stappenplan wat jullie in het filmpje zagen ook weer nalopen en uitleggen hoe je dat doet. En ik heb dat even de blik onder de motorkap genoemd. Het is niet eenvoudig om zo'n Frankenstaat te creëren. Het kost ook tijd. Orbán doet dat nu al 8 jaar. De PiS-partij, de regeringspartij in Polen, is in 2015 verkozen en is hier nog steeds mee bezig. Kim Lane Schäpele staat bovenaan, dat is de dame die jullie bovenaan op de foto zien, is de bedenker van die term Frankenstaat. Zij spreekt vloeiend Hongaars, kent de regio ontzettend goed. En ik heb met dank gebruik gemaakt dus van dat begrip. En wat allereerst even goed is om te begrijpen voor die blik onder de motorkap, is dat er een verschil bestaat tussen liberalisme en democratie. En democratie voelen we denk ik zelf allemaal wel aan, gaat over het stemmen, over prachtige verkiezingen organiseren, over vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om gewoon de straat op te gaan en te demonstreren. Al die dingen staan nog overeind. Maar het liberale deel, en we zijn in het Westen eigenlijk gewend om te praten over een liberale democratie, en we noemen ze eigenlijk ook altijd in één adem. Dus ze zijn voor ons misschien bijna synoniemen geworden. Maar het vernuftige van wat Polen en Hongarije aan het doen zijn, is dat ze die twee eigenlijk hebben losgekoppeld. En dat zou ik proberen uit te leggen. Kijk, liberalisme gaat eigenlijk over een vrije markt van ideeën. Dat er organisaties zijn, instituties, dus laten we zeggen de vrije pers, vrije rechtbanken, universiteiten, NGO's, die eigenlijk kunnen betwisten wat de regering vindt, die daar kritische dingen over kunnen zeggen. En die dus ook kunnen maken dat een bevolking denkt, nou, volgende keer stem ik niet langer op deze regering. En dat liberale deel, daar zijn autocraten niet altijd even blij mee. Orbán zelf heeft het ook gewoon aangekondigd. Wel zo prettig, in 2014 in een toespraak, vrij beroemd, heeft hij gezegd, nou, ik wil nog steeds een democratie, maar ik wil een illiberale democratie, een niet-liberale democratie. En dat is in feite waar we het vanavond over gaan hebben. Ik heb een citaat bijgezegd dat ik zelf heel nuttig vond en waar ik nog vaak aan moet denken. Dat is van Jan Werner Müller, ook van Princeton, net als Kim Lane Schäpele. Hij staat op de foto daaronder. En hij schrijft in een boek over populisme: populisten leggen een morele claim op representatie. En daar gaat het over. Dus toen ik, om een voorbeeld te geven, anderhalf jaar geleden, op de dag van de inauguratie van Trump, had ik een interview met de woordvoerder van Viktor Orbán.
En we hadden het over de rol van NGO's en de rol van maatschappelijk middenveld. En toen zei hij eigenlijk, ja, die NGO's die bemoeien zich met politiek. En dat kan toch niet, want ze zijn niet gekozen. Ze bemoeien zich met staatsaangelegenheden. Ja, dat is een opvatting van maatschappelijk middenveld, van liberaal denken, waarvan ik hoop dat u ook wel aanvoelt dat het heel ver afstaat van hoe liberale democratie aanvankelijk bedoeld was. Ik vond dat typerend en Müller heeft dat denk ik goed weergegeven. Je zag het ook deze week toen Viktor Orbán in het Europese parlement was. Het eerste wat hij zei is, dat wil zeggen Sargentini, het Europese parlement, valt de Hongaren aan. U valt ons als natie aan, als volk. De suggestie daarbij is dat Orbán en zijn regering als enige het Hongaarse volk vertegenwoordigen. En dat is een denkstap die voortdurend wordt gemaakt en nou ja, die denk ik niet klopt. Maar dat is wel wat populisten voortdurend doen. En een laatste punt daarbij. Kaczynski zei onlangs, Vox Populi, Vox Dei. De stem van het volk is de stem van God. En dat vat dit eigenlijk al samen. Wij als regering zijn gekozen. We hebben een mandaat gekregen van die kiezer voor 4 jaar. En u niet. U als rechter, u als universitair hoogleraar, u als NGO-medewerker. Dat is het verschil. En dus moet u, dat is dan, dat zeggen ze er vaak niet bij, dus moet u tijdelijk even uw mond houden. De eerste stap uit dat filmpje, Schakel de scheids uit, hebben we dat genoemd. Dat gaat over de rechterlijke macht. Typisch, in 2010 toen Orbán verkozen werd, het eerste wat hij is gaan doen is gaan sleutelen aan het Constitutioneel Hof. En Polen net zo. Meteen in 2015 toen ze aan de macht kwamen, hebben ze daar eigenlijk de aanval op geopend. Waarom? Het Constitutioneel Hof is eigenlijk in beide hun grondwetten de laatste check op hun macht. Dus constitutionele hoven, Nederland heeft er geen, maar veel landen hebben erin, worden geacht wetgeving te toetsen aan de grondwet. En het fijne voor Orbán was dat hij in 2010 een 2/3 meerderheid had. En van diezelfde Hongaarse grondwet mag je met een 2/3 meerderheid gewoon de grondwet veranderen. Dat is voor hem heel makkelijk. Dat heeft hij dus ook gedaan. Dat heeft een paar jaar gekost. Eerst een stuk of 12 amendementen op de grondwet. En uiteindelijk is er gewoon een nieuwe grondwet gekomen. Daarvan kun je nog zeggen, nou, je hebt nu eenmaal die meerderheid, dus je mag de grondwet wijzigen. PiS had geen 2/3 meerderheid. En heeft hij nog steeds niet. En dus die moeten het anders doen. Die moeten, wat een diplomaat tegen mij omschreef als een coup zonder een coup. Die moeten met gewoon recht. Ik weet niet hoeveel juristen er in de zaal zitten. Ik ben er zelf geen, maar dit is hopelijk goed te volgen. Met gewoon recht de grondwet ondermijnen. Nou, de vraag is, hoe doe je dat? PiS mocht, de regeringspartij in Polen, PiS staat voor Prawo i Sprawiedliwość, dat betekent recht en rechtvaardigheid. PiS mocht grondwettelijk gezien 2 rechters benoemen in het Constitutioneel Hof. Die waren 2 plekken vakant. In plaats daarvan hebben ze er 5 benoemd. Datzelfde hof zei toen, dat mag niet. Het punt is, de president, die ook van de PiS-partij is, of uit hun stal komt, heeft toch diezelfde 5 rechters ingezworen. Dat deden ze midden in de nacht, ergens na middernacht en iedereen lag te slapen. De volgende dag werd Polen wakker in een nieuw land met ingezworen rechters. En datzelfde hof zei, nee, wacht even, dat kan dus niet. Wat heeft PiS toen gedaan? Dan hebben ze een nieuwe wet bedacht. En die wet zei eigenlijk, ja, er moet een quorum zijn. Er moet een minimaal aantal rechters zijn om überhaupt als hof te kunnen functioneren. Het hof heeft 15 rechters. Wat doe je als je er 3 hebt die je per se mee wil laten praten? Dan zeg je, er moet een quorum zijn van 13. Met als gevolg dat een paar weken lang, misschien wel maanden, dat hof lam was gelegd. Dat is knap, denk ik. Laten we dat dus, als je jurist bent, dan denk je, god, dit is slim bedacht. De laatste stap is dat datzelfde hof toen zei, nog in oude samenstelling, dit is ongrondwettelijk en dat hebben ze ook als vonnis naar buiten gebracht. Toen zei PiS, dat publiceren we niet in de staatskrant. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Polen. Ik denk ook niet in de Nederlandse geschiedenis of überhaupt in Europa. Moet je je voorstellen dat het hoogste hof in het land zegt, dit deugt niet. En vervolgens zet je het niet in de staatskrant, zodat het ook geen juridische gewicht heeft. Nou. Dit is een tijdje zo doorgaan, zoals een tijdje een impasse, net zolang tot de voorzitter van het Constitutioneel Hof zijn termijn erop zat. En toen kwam er weer een plek vrij en toen heeft PiS razendsnel zijn eigen voorzitter benoemd. En sindsdien heeft het Constitutioneel Hof in Polen nooit meer een vonnis geveld dat eigenlijk tegen het belang van de regering ingaat. Dan is natuurlijk de vraag,
waarom doe je dat? En ik vroeg dat natuurlijk ook aan PiS-leden, aan mensen in de regering. Vraag dat nog steeds. En één keer kreeg ik te horen, ja, iemand zei, we want to govern. We willen de handen vrij hebben om te regeren. Wat hij daar ook mee bedoelde, en dat is wel belangrijk om te begrijpen, tussen 2005 en 2007, 10 jaar geleden, was PiS ook aan de macht. En toen, als ze controversiële dingen probeerden of voorstelden of met wetten kwamen, dan werd dat neergesabeld door datzelfde hof. Kaczynski, die toen premier was, heeft bedacht, zo'n situatie moeten we niet nog een keer hebben. Dus natuurlijk ga je dan als eerste dat hof ontmantelen. Nou, inmiddels is dat dus ook ontmanteld. En daarna kwamen andere hoven, daar is nu misschien niet de tijd voor, maar de KRS, dat is de Raad voor de Rechtspraak in Polen, wordt nu ook beschouwd als een gepolitiseerde raad. Dat is heel dramatisch, want in die raad zitten mensen die andere rechters moeten kiezen. Ook daar heeft PiS nu eigenlijk hun eigen mensen neergezet. En het Hoge Rechtshof is eigenlijk op dit moment bezig, dat speelt sinds de zomer, zijn ze op dit moment bezig hun eigen rechters neer te zetten, zodat eigenlijk op alle kritieke punten in het staatsrechtelijk bestel straks PiS-loyalisten zitten. Dat eventjes wat betreft de rechters, komen we straks denk ik nog wel op terug. Stap 2, neemt de publieke media over. Ik kon het niet laten om een aantal screenshots mee te nemen van wat Poolse mensen te verwerken krijgen op de staatstelevisie. Even een korte uitstapje. Ook dit is een wetswijziging geweest. Ze hebben de mediaraad eigenlijk, zoals een heleboel landen, die hebben ze ook weer partijvrienden neergezet. En daarna ook dus mensen benoemd bij TVP, de belangrijkste staatszender. Hebben ze mensen benoemd die ervoor zorgen dat er iedere dag één boodschap wordt gebracht. Die is nooit regeringskritisch, die is altijd, dit gaat ontzettend goed. We zijn, je kunt zich er al een voorstelling bij maken. Misschien, ik moet toch even een meelezen. Daar linksboven staat Unie, dus de Europese Unie, Westerse Unie, moet even goed zeggen, jaloers op Polen vanwege het economisch succes. Rechtsboven Platforma, dat is de belangrijkste oppositiepartij. Platforma met Brussel tegen Polen. Linksonder, westerse elite verkiest islam boven christendom. En rechtsonder, deze was van een paar weken geleden, die heb ik zelf gefotografeerd. De verkiezing van rechters steeds democratischer. U lacht, dat doen de Polen ook. Reken daar maar op. Er zijn ook allerlei soorten de speldachtige variaties hierop. Want je kunt hier natuurlijk eindeloos mee variëren. Het aantal mensen dat hier naar kijkt, daalt ook. We zijn begonnen een paar jaar geleden. We keken er 3 miljoen mensen iedere avond naar het journaal. Dat is nu ongeveer 2 miljoen. Maar nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die denken dat dit het nieuws is zoals dat moet worden gebracht. En Orbán doet dit eigenlijk ook zo. Er is een jaar geleden ongeveer een goed onderzoek geweest van Al Jazeera, waarbij je zag dat het Fidesz-partijkantoor, de partij van Orbán, eigenlijk directieven stuurt. Dus per mail of per sms laat weten aan mensen bij de staatsmedia, vanavond moeten jullie het zo brengen en niet zo. En graag niet hierover praten en wel daarover. Dus dit is hoe deze regeringen dat doen. De privémedia, de commerciële media, zijn in Polen nog wel heel onafhankelijk. En in Hongarije steeds minder. In Hongarije heb je een heel aantal zaken gehad. Dat speelt eigenlijk ook nog steeds. Waarbij kranten en ook tv-stations worden opgekocht door oligarchen. Door hele rijke Hongaren die heel dicht bij Orbán staan. En daar kunnen we een hele lange discussie over voeren. Ik hoorde iemand zeggen, ja, dat is gewoon de vrije markt, toch? Het punt is dat zodra die overnames geweest zijn, dat er het verschil in berichtgeving als dag en nacht verandert. Hier TV, een belangrijke tv-zender in Hongarije, werd deze zomer overgenomen. En dezelfde dag van de overname werd de avondprogrammering al veranderd. En werd er een talkshow waar normaal gesproken kritiek klonk, gewijzigd. En werd helemaal van de buis gehaald. En er kwam iets anders voor in de plaats, wat pro-regering was. Laten we eerlijk zijn, dat is dramatisch ook voor de Hongaarse journalisten. Die dat mee moeten maken en die eigenlijk alleen online nog wat pluraliteit kunnen vinden. Er zijn een heel aantal kleine Hongaarse websites, een aantal die echt op crowdfunding ook gebaseerd zijn, die nog echt kritisch berichten. Op tv, radio en gedrukt is het echt steeds minder. Dan moet je het echt met een loepje zoeken.
Dan eigenlijk het belangrijkste wat ik vanavond wil vertellen. We moeten even kijken hoe we qua tijd zitten. Maar verleid je kiezers met een aantrekkelijk verhaal. Kijk, de PiS-partij. Oh, dit is trouwens Kaczynski. Ziet u daar rechts, Jarosław Kaczynski. En links Donald Tusk, bij u waarschijnlijk iets bekender. Dit zijn de twee tegenpolen in de Poolse politiek. En Kaczynski is best wel een merkwaardige man. Hij is om te beginnen geen president en hij is ook geen premier. Dat is heel lastig voor mensen om te begrijpen, maar de Poolse politiek wordt dus bestuurd door iemand die in interviews voortdurend zegt, goh, wat vreemd al die aandacht voor mij, want ik ben toch gewoon maar een parlementslid. Maar hij is ook voorzitter van die PiS-partij, partijvoorzitter. En hij bestuurt gewoon dat land. Dat is super handig, want dan hoef je dus ook nooit verantwoordelijkheid af te leggen. Als er controversiële dingen gebeuren, dan wordt dat wordt er gedaan van, ja, dat was het idee van die en die minister. Hij zelf draagt dus wel, heeft wel macht, maar hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen. Het verhaal dat hij de Poolse kiezers vertelt is een goed verhaal. Is een aantrekkelijk verhaal. Met goed bedoel ik een verhaal dat veel Polen, waaronder mijn docenten Pools, heel aantrekkelijk in de oren klinkt. En dat verhaal gaat over 89. Een kort uitstapje in de geschiedenis. In 1989 kregen zowel Polen als Hongarije, maar ook Tsjechoslowakije toen rond de tafel overleggen. En op die ronde tafel, dat was ook letterlijk een ronde tafel, gingen de oude machthebbers, dus de communisten, praten met de oppositie. Dat was belangrijk, omdat het idee was, als je met elkaar praat, dan wordt er niet geschoten en kunnen we misschien bloed vergieten en echt een burgeroorlog voorkomen. In Polen is dat ook gelukt. Er is niet geschoten, de Russen zijn niet binnengevallen met tanks, waar wel angst voor bestond. Maar de communisten zeiden, wij geven de macht over, maar wel in ruil voor een compromis. En dat compromis, dat is waar het hier over gaat. Dat compromis bestond eruit dat er in de overgangsregering, laten we zeggen de vroege jaren 90, communisten zouden blijven zitten in de eerste Poolse, nieuwe Poolse regering. Op een aantal plekken, een keer een minister, misschien andere ceremoniële plekken. Een soort overgangsregering met communisten, maar ook met mensen van de oppositie. Kaczynski behoorde toen al tot de scherpslijpers. Die heeft eigenlijk meteen gezegd, nee, die communisten, daar moeten we helemaal vanaf. Dat was toen heel omstreden. De meeste Polen zeiden, nee, dit moeten we op deze manier doen. Maar hij heeft eigenlijk zijn hele carrière daarna, alle 30 jaar daarna, eigenlijk gebouwd op het idee dat dat compromis uit 89 een verraad was. Een verraad aan de Polen, die in zijn visie een echte revolutie is ontzegd. Want er zijn inderdaad communisten blijven zitten in de regering en ook binnen de rechterlijke macht bleven een aantal communistische rechters zitten. Er is ook een Hof, het Hoge Rechtshof, waar wel de meeste mensen zijn ontslagen. Maar op andere plekken mochten ze blijven zitten. Als je erover nadenkt, is dat ook niet zo heel gek. Want kijk, voor 89 was de Communistische Partij alles. Je werd daar lid van als je carrière wilde maken. Dus wil je van de een op de andere dag van iedereen af, dan heb je geen staat, dan heb je geen infrastructuur, dan heb je helemaal niks. Dus het was ook niet zo heel gek om daar een soort overgangsperiode in aan te brengen. Maar dit is de scheidslijn, veel meer dan tussen links en rechts, maar dit is de scheidslijn in de Poolse politiek. Mensen als Tusk zeggen, dat compromis van toen was een goed compromis. Het was niet perfect, maar we gaan het ermee doen. Mensen als Kaczynski zijn een soort revolutionaire. Vertellen hun kiezers iedere dag dat het oude Polen, dat wil zeggen het Polen van voor zijn regeringsperiode, totaal niet deugde, dat het corrupt was, dat er allemaal communisten nog in zaten. En dat klinkt jonge Polen best wel raar in de oren, want we zijn 30 jaar verder en dat maakt het ook zo lastig. Ik heb erbij gezet een bijltjesdag die toen uitbleef en die we nu eigenlijk alsnog beleven. Want als er dus nu rechters ontslagen worden, dan is dat heel vaak, zegt de PiS-partij, ja, dat doen we omdat dat communisten zijn. Daarmee bedoelen ze, die mensen zijn groot geworden in een systeem dat die communisten gedoogden. Wat daarbij belangrijk is om te realiseren, is dat, dat wij een aanval zien. Dus, u en ik als buitenstaanders denken, nou, ze vallen de rechtsstaat aan, ze vallen de rechtbanken aan en de persvrijheid. Maar als je Kaczynski beluistert, dan ziet hij het eigenlijk als een reparatie. Hij is eigenlijk de brandweerman die het brandje kon blussen. Want het oude Polen deugde dus volgens hem gewoon niet. Als jij denkt dat 89 het grootste verraad aller tijden was, dan is alles wat daarna komt ook suspect. En dus zegt hij, ja, het is tijd voor een nieuw Polen. Met nieuwe mensen in de rechterlijke macht, met nieuwe mensen in het leger, in NGO's, in de media, overal. Ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. Voor Kaczynski is het daarnaast
een onafhankelijkheid vindt hij ook een problematisch woord, of daar gelooft hij misschien ook wel helemaal niet in. Iemand zei een keer tegen mij, een Poolse filosoof, die zei ja, als Kaczynski hoort onafhankelijkheid, dan denkt hij afhankelijk van Duitsland. Dus in het wereldbeeld van mensen als Kaczynski, ook van mensen als Poetin, denk ik, ja, is geloven in onafhankelijke rechters of onafhankelijke media is een heel naïef sprookje waar niemand eigenlijk in gelooft. Maar dat durven liberale mensen niet te zeggen. Liberale mensen houden zich gewoon de hele dag dat voor dat ze daarin geloven. En hij zegt eigenlijk dat bestaat toch niet, dus we kunnen er ook wel van af. Die rechtsstaat, samenvattend, wordt geofferd, met andere woorden, aan sociale rechtvaardigheid. Ik zei al, PiS staat voor Prawo i Sprawiedliwość, dat die S staat dus voor rechtvaardigheid in het Pools. En rechtvaardigheid is in Kaczynski's vocabulaire precies dit. Het wegsturen van mensen uit die oude verderfelijke, dat oude verderfelijke Polen en vervangen door nieuwe katholieke, conservatieve Polen. Dat is wat we nu zien. En dit is een goed verhaal. Dat wil zeggen, de oppositie heeft niet zo'n verhaal. Dit is een verhaal waar je met een begin, een eind, met een dader, een vijand. En dat is voor heel veel mensen heel prettig. Ik merk dat dus ook aan mijn docenten Pols. Een hele conservatieve vrouw, maar op zich ontzettend aardig. Maar zij denkt echt dat 89 een drama was. En dat moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. En als je dan begint over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, zegt ze, ja, die communisten moeten even niet zo over zeuren. Daarom is zij ook zo verbaasd dat de Europese Unie dan ingrijpt. Want denkt, ja, dit zijn onze interne aangelegenheden. Wat hebben jullie daarmee te maken? En om daar nog één ding over te zeggen. Een deel van de kiezers denkt dus zoals mijn Poolslerares, voor wie die correctie eigenlijk super noodzakelijk is. Een aantal anderen kijken meer naar de economische situatie. En dat moet je PiS nageven in Polen. Ze zijn heel progressief eigenlijk op de economie. En daar winnen ze ook heel veel stemmen mee. Ik heb genoteerd 500 plus. Dat is een kinderbijslagprogramma. 500 zloty per maand, dat betekent 120, 125 euro, als je moeder bent met meer dan één kind. En die 125 euro maakt in Polen best wel een groot verschil. Zeker als je dus telt door, zeker als je 3, 4 kinderen hebt, dan heb je er eigenlijk bijna een maandsalaris bij. En er zijn ook voorbeelden van Polen die sinds de introductie van dat programma voor het eerst in hun leven op vakantie kunnen of voor het eerst een tv kunnen kopen, of noem het maar op. Dus dat levert hem ook heel veel stemmen op. En dat zie je ook in Hongarije en dat zie je überhaupt bij dit model. Je moet natuurlijk de kiezers wel iets anders ook nog bieden om dit verhaal te kunnen verkopen. En dat is in heel veel gevallen sociaal beleid. Dus de pensioenleeftijd is ook verlaagd. Medicijnen zijn voor ouderen gratis geworden. En er is een enorm kinderbijslagprogramma uitgerold. En dat maakt Kaczynski in Polen nog steeds heel populair. Ja, dan de vierde stap. Creëer een vijand. Dit is heel belangrijk. En met name Viktor Orbán is hier ontzettend goed in geworden. Dit zijn pagina's uit een blad, Figyelő, in Hongarije, dat kort na de verkiezingen met deze publicatie kwam. In dit artikel staan 200 namen van mensen die bij NGO's werken en maatschappelijk middenveld. En die hier eigenlijk, en je ziet het ook, het hoofd van George Soros staat erbij, wat ook nog een andere boeman is van Viktor Orbán. In dit artikel worden ze eigenlijk gestigmatiseerd. Er is geen ander woord voor. Worden weggezet als een soort vijfde kolonne. En dit gebeurt in Hongarije voortdurend. Er wordt stemming gemaakt tegen George Soros. Voor wie hem niet kent. Rijke miljardair, nu woonachtig in New York, maar van oorsprong een Hongaar. Die al jarenlang zijn geld steekt in maatschappelijke organisaties. Daar is hij al in de jaren 80 mee begonnen. Orbán zelf is met het geld van Soros naar Oxford gegaan voor een semester. Maar daar heeft hij het liever natuurlijk niet over. En nu is hij een soort van de boeman, want hij staat voor liberale ideeën, westerse ideeën. En dat deugt allemaal van geen kanten. En dit stond dus in een hele grote tijdschrift in Hongarije. De migratiekwestie speelt daarbij ook altijd een rol. Dit is uit een campagne
die Orbán gevoerd heeft. Moet ik even goed bij zeggen. Dus daarboven, mijn Hongaars is roestig, maar daarboven staat... wist u dat? Vraagteken. Er sinds het begin van de migratiecrisis meer dan 300 doden zijn gevallen bij terroristische aanslagen. En daaronder staat, wist u dat de Parijse aanslagen uitgevoerd waren door migranten? Dit is een hele campagne die uitliep op een soort referendum over migratie. Waarbij de vraag ook wel weer werd gesteld. De referendumvraag was letterlijk, bent u het met ons eens dat de Europese Unie niet... buiten, zonder toestemming van het Hongaarse parlement, niet-Hongaarse burgers binnen de Hongaarse grenzen mag brengen. Zoiets. De suggestie in die vraag, het antwoord ligt in die vraag denk ik al besloten. Dat zult u begrijpen, wat het gewenste antwoord is. Een van deze campagnes, niet, toevallig niet die over migratie, maar die over George Soros, kostte in 2017 40 miljoen euro. Om idee te geven, de hele Brexit-campagne voor Leave and Remain was 36 miljoen. Dus dat was duurder dan de Brexit-campagne. Om een idee te geven van hoeveel geld hiervoor wordt uitgegeven, met name via dit soort billboards. Kijken. Ja, dit is in Polen een campagne van een Poolse stichting, een soort Postbus 51. Links staat... links staat zeg maar, de situatie zoals die nu is, zoals het nu is, en rechts staat zoals het zou moeten zijn, zoals het wordt. Links staat nu rechters onder elkaar, rechters tegen elkaar, een uitzonderlijke kaste. En daarna staat er rechts in het wit, zoals het wordt. Rechters worden zoals alle burgers. Als ze iets verkeerd doen, als ze iets tegen het recht doen, dan volgt er verantwoordelijkheid. Moeten ze daar verantwoording over afleggen. Met andere woorden, hier wordt ook weer de suggestie opgeworpen dat rechters een soort losgezongen, ja, letterlijk kasten zijn die losgezongen leven van de gewone burger en waar hoog nodig schoon schip moet worden gemaakt. Even kijken. Ja, stap 5, wijzig de kieswet. Dit is heel goed te zien in Hongarije. Polen is nog niet zo ver, maar we dreigen wel die kant op te gaan. Kijkt u mee naar de verkiezingsresultaten in Hongarije, dan zeggen de cijfers denk ik al genoeg. In 2010, toen Orbán de verkiezingen won en voor het eerst weer overnam van de oppositie, heeft hij 52% gehaald, of bijna 53% van de stemmen. En dat leverde hem 68% van de zetels op. Dat wil zeggen 2/3 meerderheid, wat hij graag wilde. Kijk je mee naar 4 jaar later, als hij een kieswetwijziging heeft doorgevoerd, dan wint hij beduidend minder, krijgt niet eens de helft van de stemmen. En toch behoudt hij zijn 2/3 meerderheid. Ja, dat is in een notendop waar we het hier over hebben. Dus je verandert de spelregels op zo'n manier dat jij toch nog aan de macht bent. Sterker nog, dat je de macht, de 2/3 meerderheid die je nodig hebt om de spelregels te blijven veranderen, gewoon behoudt. Hoe die dit heeft gedaan is wat complexer. Een deel heeft te maken met gerrymandering, wat we in Amerika denk ik ook wel kennen. Het wijzigen van kiesdistricten. Voor een deel is het ook een overblijfsel en dat zie je eigenlijk in 2010 al. Er zit natuurlijk een verschil tussen die twee percentages. En dat heeft te maken dat in de Hongaarse grondwet ontstond, was de angst dat er zoveel versplintering zou zijn dat er niet te regeren viel. Dus de grootste partij krijgt een soort bonus. En dat zorgt voor dit soort vertekeningen. Polen is dus nog niet zo ver, maar Polen heeft wel al een wet bedacht voor, laten we zeggen niet de volgende verkiezingen, maar de verkiezingen daarop. Waarbij de kiescommissie, die nu nog uit onafhankelijke rechters bestaat, straks moet worden gekozen door het parlement. Ja, dan voelen we al een beetje aan, als je een meerderheid hebt in het parlement, dan weten we ook wel, kunnen we ook wel raden wat voor mensen er in die kiescommissie terechtkomen. Stap 6, stel juristen aan. Ik zei dat al in het begin, kijk, ik ben geen jurist en veel van wat ik nu probeer uit te leggen heeft te maken met juridische trucs. Dat vond ik het prettige ook aan dat begrip van die Frankenstaat en het kaartje ook dat Kim Lane Chaplin mij stuurde. Is dat je begint te begrijpen hoe het werkt als je kijkt dat als je ziet hoeveel juristen er dus aan de macht zijn. Dus je ziet in Oost-Europa, dit kaartje is van ongeveer een jaar geleden. In Oost-Europa kleurt het rood vanwege de hoge dichtheid van juristen. Dus Kaczynski zelf, afgestudeerd jurist, president Duda ook een jurist. Orbán is een jurist en zijn president Janos Ader is ook een jurist. En dat legt denk ik ook wel uit waar we hiermee te maken hebben.
Nu wil ik hiermee niet suggereren dat er een soort samenzwering is van juristen waar we heel erg bang voor moeten zijn. Maar wel dat als je dit wil doen, dat je maar beter juristen kunt hebben op sleutelposities. Een voorbeeldje daarvan is de zogeheten fiscale raad. Orbán heeft een nieuwe raad in het leven geroepen die eigenlijk de begroting ieder jaar moet goedkeuren. Maar de crux is dat als we de begroting niet goedkeuren, dat dan automatisch het parlement ontbonden wordt. En die raad heeft hij benoemd voor, ik geloof, 9 jaar. Dus langer dan 1 termijn van Fidesz überhaupt kan duren. Daar zitten nu mensen die hem goedgezind zijn. Dus er zijn al juristen die zeggen, ja, wacht even. Stel de oppositie in Hongarije wint, de onverhoopte volgende verkiezingen, dan zitten er dus nog steeds mensen op allerlei plekken in Hongarije die meteen met een simpele truc het parlement kunnen laten vallen. En dan zijn er nieuwe verkiezingen. Dus met dit soort trucs, en dit, volgens mij moet je jurist voor zijn om dit te bedenken. Met dit soort trucs wordt het heel moeilijk om überhaupt nog ooit een verkiezing te verliezen. Dat geldt zeker voor Hongarije, in mindere mate ook voor Polen. De kans dat Fidesz de volgende verkiezing gaat verliezen wordt met de dag kleiner door dit systeem. De verlaging van de pensioenleeftijd is ook zo'n handige. Dus het klinkt, als je de pensioenleeftijd voor rechters verlaagt, als een normale democratische maatregel. Maar het effect ervan is natuurlijk bijzonder ingrijpend. Een jaar geleden interviewde ik de minister van Europese Zaken in Polen. En die kaatste eigenlijk mijn vragen terug. Dus ik zei, waarom neemt u deze en deze stappen in de rechtsstaat? En toen zei hij, ja, Nederland heeft niet eens een constitutioneel hof. En hebt u wel naar Spanje gekeken en naar de grondwet in Duitsland? In Duitsland worden rechters toch ook benoemd met een meerderheid in het parlement? Wat overigens klopt voor de Bundesverfassungsgericht, de Hoge Raad in Duitsland. Juristen, deze man was jurist, uiteraard. Juristen zijn buitengewoon goed op de hoogte van andermans wetboeken. En kunnen dus ook heel goed, dat is het vernuft van die Frankenstaat, zijn dus heel goed in staat om te lenen van andermans grondwet. Ze hebben altijd wel een voorbeeld paraat. Nederland dus ook. Toen zei die minister, ja, ik heb gelezen dat zowel de koning als de minister van Justitie een rechtelijke benoeming in Nederland moet tekenen. Dat klopt ook. Maar goed, Nederland heeft een eigen grondwet met een eigen rechtsordening en een eigen balans tussen uitvoerende macht en rechtelijke macht. Dus we moeten ons met z'n allen daar niet door laten afleiden. Maar het is wel een heel vernuftige manier van denken. Parlementaire trucs horen daar ook bij. De mooiste vind ik dat in het Poolse parlement, als je als minister een wetsvoorstel indient, dan moet er consultatie volgen. Dan moet er een paar weken lang alle relevante spelers iets mogen zeggen over dat plan. En dat kost dus tijd. Dus wat doe je? In plaats daarvan dient niet de minister het plan in, maar een gewoon parlementslid. Dat vaak helemaal geen benul heeft van wat er precies in die wet staat. En dan hoeft die consultatie niet. Kun je veel makkelijker werken, ga je veel sneller erdoorheen. In Hongarije heeft Orbán's Fidesz-partij 1 keertje in 10 minuten een wet erdoorheen gekregen. Ik denk dat u snapt hoe ongelooflijk bizar dat is. En dan wil ik afronden, want volgens mij zijn we ook aan de tijd. Wees de Europese Unie te slim af. Dat hebben we natuurlijk deze week gezien met het starten van de artikel 7-procedure. Europa probeert hier wat aan te doen. Voor Polen is de artikel 7-procedure al gestart. Voor Hongarije moet dat dus gaan gebeuren, of heeft het parlement eigenlijk aan de lidstaten nu gevraagd om daarmee te beginnen. Ik heb erbij gezet dat het in feite maken we natuurlijk een nieuwe Europese crisis mee. Een beetje zoals de Griekse crisis, maar dan gaat het dit keer niet over geld, maar over waarden. Deze dingen waar ik mee begon, het liberale model van democratie, staat in deze landen onder druk. En daar is hoog nodig, denk ik, debat over. En langzamerhand beginnen de Europese regeringsleiders ook wel te snappen dat je hier mee moet opschieten. Voor Hongarije, om daar vast iets over te zeggen, is het Europees Parlement hier eigenlijk best wel laat mee. Orbán heeft dit al 8 jaar lang eigenlijk kunnen doen, met steun van onder meer de Europese Volkspartij, waar het CDA in zit. En nu ze het nu doen, na de migratiecrisis, zegt Orbán, ja, u doet dit omdat wij geen migranten opnemen. Terwijl in 2013 al, in 2014, voor de migratiecrisis, zeiden juristen al, dames en heren, let op, er gebeurt iets in Hongarije. Er ontstaat daar een ordening die maakt dat Fidesz mogelijk nooit meer de verkiezingen zal verliezen.
Dus we zijn, het Europese parlement is hier laat mee, maar goed, we moeten kijken hoe het gaat aflopen. En het woord is dus uiteindelijk ook echt aan de lidstaten. Tim noemde al Frans Timmermans. Namens de Europese Commissie doet hij het Poolse dossier. En doet hij in zekere zin wat hij kan. Maar ja, de commissie moet ook een soort neutrale speler blijven in dit veld. Dus je ziet ook het ongemak bij mensen als Timmermans om hier te politieke dingen over te zeggen. Uiteindelijk, en daarom noemde ik ook de Griekse eurocrisis, uiteindelijk moeten lidstaten er politiek van maken. Dus de Poolse regering en de Hongaarse regering spelen een hoog politiek spel. En Europa antwoordt daar eigenlijk mee met, ja, dit mag niet. We hebben de wetboeken er nog eens op nageslagen. We hebben nog eens artikel 2 van het Europees Verdrag, wat gaat over rechtsstatelijkheid, erop nageslagen. Dit mag niet. Ja, dat is geen politiek verhaal. Dus de lidstaten, iedereen wacht eigenlijk op het moment dat een aantal lidstaten het aandurven om te zeggen, hier is wat groters aan de hand. En wij moeten het eigenlijk over politiek gaan hebben in plaats van over verdragen, punten die we met z'n allen hebben afgesproken. En dat is de uitdaging waar we voor staan. Ik wil tot slot een moment noemen van 2 jaar geleden, vlak voordat ik naar Polen verhuisde. Waren Orbán en Kaczynski allebei in een dorpje in het zuiden van Polen uitgenodigd op een conferentie. Kaczynski was daar, wat best wel bijzonder is, want hij reist nooit. Het is zelfs zo dat hij in zijn hele leven, zegt althans zijn biograaf, 1 keer op vakantie is geweest buiten Polen. Dat was in eind jaren 60. In de Oekraïnse kustplaats Odessa. Deze man, hij spreekt ook geen talen. Hij spreekt alleen maar Pools. Hij spreekt geen buitenlandse talen. Maar hij was daar dus. Hij was in dat dorpje. Ontmoette Orbán op die conferentie. En Orbán zei toen iets heel moois. Orbán zei, er is in het Hongaars een spreekwoord. Als je het goed met elkaar kunt vinden, dan ga je samen paarden stelen. En toen zat Kaczynski driftig te knikken en zei, ja, inderdaad, we moeten samen paarden gaan stelen. En waarop Orbán zei, laten we die paarden gaan stelen in Brussel. En mijn vraag aan u is, wie let er op de stal? Dankjewel, Jenny-Jan. Dankjewel. Een van de manieren ook om democratie te ondermijnen is wat ze heel goed kunnen in Polen en Hongarije, namelijk heel lang het woord nemen. Maar in dit geval vond ik het helemaal niet erg, want het was een nogal helder betoog. Maar we hebben tijd voor twee, we hebben nog 4 minuten ongeveer, dus de 2 beste vragen. Denk daarover na. Wat ik me nog afvroeg, dat is eigenlijk dan de belangrijkste vraag die ik nog wil stellen, is we hebben nu die procedure die ingezet wordt. Orbán komt zelfs naar Brussel toe, hè, om Hongarije te verdedigen. Maar als je echt het stemrecht wil intrekken, dan moet dat unaniem. Ja. Polen zit erin. Ja. Dus als het over Hongarije gaat, zullen die, nou ja, die gaan samen paarden stelen. Die zullen niet meegaan daarin dan, wat Europa wil. En andersom zullen de Hongaren Polen ook steunen. Dus ja. hoe kijk jij naar dat, naar die taal die zegt, we moeten hier naartoe gaan, we moeten ze straffen. Terwijl ondertussen, nou ja, ze lachen zich rot. Ja, Polen zeker, of lachen zich rot, maar de Poolse regering heeft tot nu toe de strijd gewonnen, denk ik, tussentijds. Ik bedoel, door eigenlijk gewoon voortdurend te benadrukken, dit is een interne aangelegenheid, hier heeft de Europese Unie helemaal niks mee te maken, houden ze zich Oost-Indisch doof en dat werkt tot nu toe heel erg goed. En dat werkt ook vooral omdat Kaczynski is een binnenlandman. Ik bedoel, eigenlijk alle politiek is binnenlands gericht. En voor eigen publiek, en dat heeft ook met de Poolse geschiedenis te maken, doet dit het vaak heel erg goed. Wij Polen worden aangevallen door decadente West-Europa. Ja, het bevestigt het beeld weer. Ja, ja. Dus het is echt heel moeilijk om zo'n procedure tot een goed einde te brengen. Dat komt ook door de precedentwerking. Hè? Dus de Europese Unie werkt met lidstaten zijn bang om iets te starten dat ooit nog tegen hunzelf kan worden gebruikt. En waarom is het dan toch belangrijk? Of ja, nu ga ik ervan uit dat het belangrijk is, maar dat is dan aan jou. Het is alles wat de Unie heeft. Dus de artikel 7 is het enige artikel dat iets doet aan wat politicologen noemen backsliding. Aan het terugvallen in rechtsstatelijkheid of in gehalte van democratie. Dus je hebt niet anders, dus je zult ermee moeten doen. Eén interessant punt is wel dat ik al wel heb begrepen dat er is wel een soort geitenpaadje uit dat scenario wat jij net noemt. En dat is natuurlijk dat als je artikel 7 in stelling brengt tegen allebei de lidstaten tegelijk, het normaal gesproken natuurlijk nooit zo kan zijn dat ze elkaar kunnen vetoen.
Maar in die zin is het gevecht om de democratie en dan ga ik de zaal en dan vooral een gevecht tussen juristen. Die aan het zoeken zijn naar geitenpaadjes om dit te laten werken. Ja, nu nog wel. Ja. We hebben tijd voor de twee belangrijkste vragen. Ik ga helemaal naar boven en dan kom ik naar u toe. En dan, je blijft nog even, toch? Ja, dus dan is in de pauze weer tijd. Oh shit, nu moet ik wel ver lopen voor de laatste minuut. Ik kom even vast. Hoi, goedenavond. Voordat ik begin, ik wil excuses aanbieden voordat ik jurist ben. maar... ik ben geen paardensteler, maar wat ik wel wilde vragen is dat mede omdat ik jurist ben, ben ik ook heel erg doordrongen van het belang van die scheiding der machten. Ik kan mezelf niet voorstellen dat, God verhoede ik ooit aan de macht van Nederland kom, dat ik zou stemmen voor maatregelen die die scheiding der machten zouden opheffen met het idee, daarmee red ik het land. Want dat is nooit een goed idee. Dus wat ik eigenlijk wilde vragen is meer... persoonlijk vlak voor deze twee heren en andere mannen die we in deze categorie hebben. Geloven deze mensen echt dat dit een goed idee is? Of zit er ook een element van cynisme in? Want ik kan er echt niet bij met mijn hoofd. Ja, goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. Wat geloven ze zelf? Twee dingen. Dus Orbán wordt gezien als een politieke marketeer. Mensen die zijn carrière volgen weten bijvoorbeeld dat hij in de jaren 90... pas eigenlijk christelijk is geworden. Dus even als u zijn toespraken hoort over het christelijk avondland en het belang van het christendom voor Europa, dan moet u dat altijd wel even in gedachten houden. Hij is op een bepaald moment toch maar christelijk geworden, ook omdat een priester geloof ik tegen hem zei, dan snapt het volk u beter en dan u het volk beter. Dus dat is misschien beter. Hij was in 89, toen de muur viel, gewoon atheïst. Dus dat is gewoon, Orbán is iemand die haar fijn aanvoelt waar de volks, laten we zeggen, waar het sentiment van onder kiezers heen gaat en past daar zijn politieke koers daarop aan. Kaczynski is een man met een missie. Dus hij is echt iemand die denkt in decennia, in eeuwen, wat ik al zei. Hè? Hij is bezig een historisch verraad recht te trekken. Ja, dat is echt een andere koek. Dat met zulke mensen valt heel moeilijk compromissen te sluiten. Met Orbán iets makkelijker, of althans een compromis dat hij als compromis verkoopt. Maar dat, ik weet niet of dit antwoord is op je vraag, maar het zijn twee verschillende types. Ja. Het zit dieper bij Kaczynski om het recht te zetten misschien. Ja. Laatste vraag en dan, dan gaan we weer verder. Ja, ik ben wel benieuwd hoe je kijkt naar eigenlijk het volk van Hongarije en Polen. En in ieder geval van Polen. Volgens mij zijn ze namelijk vrij Europees. Of in ieder geval, ze zijn wel pro-Europa in de zin van ze weten dat er veel geld vandaan komt. Ze weten dat in ieder geval in de long run ze veel aan Europa hebben. Maar toch schets je een heel erg beeld waarin de politici en daarmee ook misschien de achterliggende stemmers heel erg anti-Europa zijn. Maar hoe is jouw beeld van de stemmers? En daar achterliggend, wat zou volgens jou kunnen gebeuren om, als ze dat nu nog niet helemaal bewust zijn, om dat bewustzijn te creëren en een soort van beweging te krijgen waar ze wel meer pro-Europa worden, of in ieder geval dat zich meer realiseren? Mooie laatste vraag. Misschien toch een beetje hoopvolle ontwikkelingen? Ja. Nou, er is een heel groot deel. Ik moet eerst iets anders zeggen. De meerderheid, de overgrote meerderheid van de bevolking in Polen en Hongarije is zeer pro-Europees. Dat zie je in enquêtes, dat blijft ook vrij stabiel. Dan heb je het over 2/3, misschien 3/4 van die bevolkingen die echt zegt, ja, we willen in de Unie blijven. Dus alle scenario's over referenda en vertrek en zo zijn voorlopig totaal niet aan de orde. De vraag is natuurlijk wel, hoe stel je de vraag naar Europees lidmaatschap? En stel je hem van, nou, wilt u erin 100%? Wilt u, zoals dat in Brussel heet, een ever closer union? Wilt u dat het steeds federaler wordt? Ja, dan houden mensen dat af. Kijk, wat denk ik, wat belangrijk hierbij is om te begrijpen, is dat in de jaren 90, toen Polen en Hongarije kandidaatlid waren, toen was het een droom om erbij te horen. Dus mensen wilden dolgraag bij die familie. En dat zie je nog steeds bij ouderen, met name bij oudere kiezers, die zeggen, ja, het kan toch niet zo zijn dat wij de Unie verlaten. Maar er is nogal wat gebeurd sinds de toetreding van die landen. En met name met de migratiecrisis zijn mensen een beetje geschrokken van wat voor kant van Europa ze zien. En, als jij in Hongarije woont en je woont op het platteland en je hoort propaganda, je hoort over migratie, het schrikt mensen af. Dus mensen willen niet,
Europa dat verplicht. Maar eerder een Europa dat beschermt, zei Juncker deze week, geloof ik. En dat is een beetje wat mensen liever willen. Ja. Dankjewel, Jenny-Jan. Ik ben heel blij dat jij voor ons dan als correspondent een beetje op de stal let daar. We gaan nu de pauze in, dus als mensen nog vragen hebben, kunnen ze misschien naar je toe. Je bent morgen ook nog, want je hebt ook een soort Nederlandse tournee. Je gaat morgen naar BNR voor Boekestein in de Wijk. Dus daar kunnen we misschien ook nog horen. Dan zal het hier ook ongetwijfeld over gaan. Geef hem een warm applaus, Jenny-Jan Holtland. Dankjewel. En wij hebben nu 10 minuten pauze tot 9:45. En dan gaan we in gesprek. En dat is wel, daar ben ik echt enorm benieuwd naar. Met Houssam van Raqqa's Being Slaughtered Silently. Hoe gaat het nu met hem? Dus kom vooral zo terug. Pak even snel een biertje. Rook een sigaretje. Ga naar de wc. En dan hoop ik je zo te zien. En voor de mensen die naar de film willen. Die is aan die kant. En die begint om 9:45 ook tegelijkertijd. Ja. Dus dan moet je even kiezen wat je wil. Tot zo.